Ernie Brands, morgen de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Ik wil eerst nog heel even terugblikken op de afgelopen twee wedstrijden. Daar moet je een heel positief gevoel aan over hebben gehouden. Ja, zeker. Dat is heel belangrijk om te winnen. Zeker een derby tegen Helmond. En dan maakt niet uit of je nou goed of slecht speelt. Uiteindelijk aan eindstreep heb je gewonnen. Ja, die wedstrijd hebben we gewonnen met 2-0, dus dat was 3 punten. En je bedoelt natuurlijk FC Utrecht. Ja, helaas. Dat is net de andere kant van de medaille wat ik net zeg. Sammy die nog net een kans, 10 meter voor de goal, die bal naschiet. Ja, er had meer ingezeten, maar uiteindelijk staan we toch met lege handen. En hoe was het gevoel dan naderhand in de kleedkamer? Overheerst dan de teleurstelling? Of toch ook wel de trots dat je een hele grote eredivisionist 120 minuten lang onder druk hebt gezet? Ja, een combinatie van. Aan de ene kant zeg maar, dan zeg je van dit is eigenlijk de norm voor in vervolg. Zoals wij, we kunnen heel goed voetballen, dat hebben jullie laten zien. Dus dat moet vaker gebeuren. Aan de andere kant, met zo'n goed voetbal, dan ook nog tegen FC Utrecht en dan op zo'n manier verliezen. Ja, dat weegt zwaar, dat weegt toch niet zwaar. Nou, de knop moet wel weer om, want vrijdag wacht FC Dordrecht alweer. Dat is een oude bekende voor jou. Ja, inderdaad. Ja, als ik nou kijk, elk jaar veranderen natuurlijk veranderen selecties. X-aantal nieuwe spelers weer. Ik denk 8 of 9 of 10 nieuwe spelers. Dus ja, het is altijd moeilijk. We staan onderaan op de ranglijst, maar dat wil niks zeggen. Ze hebben ook weer een wedstrijd gespeeld waarin ze toch wel wat punten hadden kunnen pakken. Ja, het is altijd moeilijk tegen ons om daar een goede wedstrijd van te maken. En hier in het Jan Lauwersstadion won Eindhoven verdiend met 5-1 van FC Dordrecht. Wat heb je meegenomen uit die wedstrijd in de voorbereiding op deze wedstrijd? Toen waren we vrij compleet met het team. Het is altijd anders. Elke wedstrijd is wel anders. Ja, ik denk dat we de laatste twee wedstrijden bewezen hebben dat we in een stijgende lijn zijn. Dus dat hopen we dan door te trekken. Of dat gaan we doortrekken, laat ik zo zeggen. En je hebt natuurlijk een verlenging moeten spelen tegen FC Utrecht. Daar vielen een aantal spelers uit met wat krampjes. Is de selectie fit voor morgen? Ja, de selectie is fit. We hebben weer aangepast getraind. Je moet zorgen de afgelopen 2 dagen dat ze zo weinig mogelijk energie... Je moet toch goed trainen, maar je moet wel zorgen dat ze zo weinig mogelijk energie verliezen. En ja, het is veel rusten, goed eten en zorgen morgen weer dat we gewoon mentaal 100% zijn. Want dat is denk ik het belangrijkste.